Papa kan het toch niet, hè, zonder gebruiksaanwijzing? Ga jij maar vertellen wat hij moet doen. En dan ben je weer terug van 1 week Italië. Hi kids. Mama gaat weg nu. Doeg, ik ben hem. Tas gaat eventjes naar de bakker. Ik ben weer terug uit Italië, 1 week weg geweest. Ik heb daar gewerkt. Dinsdagavond, eigenlijk als jullie deze vlog alweer zien, ben ik alweer weg. Zit ik in München. Weer een paar dagen weg. Vrijdag gaat Natas weg. Die komt daarna pas volgende week dinsdag terug. En dan ben ik alleen met de kids. Dus dan avondroutine met papa, ochtendroutine met papa. We gaan snorretjes tekenen. En eigenlijk nog veel meer doen wat niet mag. We maken in deze video ook de winnaar bekend van de winactie voor de koetjes. Die we zowel op de YouTube community hebben gedaan en op Instagram. Heb je hem nou gemist op Instagram? Volg ons dan wel eventjes als je Instagram hebt. Want de volgende keer doen we gewoon weer een winactie. Er komen ook een aantal winacties aan. Leuk. Duimpje omhoog voor de winacties. De fietsjes waar we het over hadden laatst, die komen eindelijk binnen vandaag. Ik ben benieuwd. Jay, you better be happy man. Dus je krijgt eindelijk je fiets. Yay, de fietsjes van Little Tide zijn binnen. Kijk eens, kids. Nou, Jay die wil er al meteen op gaan zitten. Is dat die voor jou, Jay? Heb je die al geconfiskeerd? Ja, dit is de blauwe voor Jay. Jay? Hey, Jay. Je fiets is terug. Kijk hem blij. Ja, hij is super blij. Dus we hebben nu een blauwe. We hebben een roze. En een lichtblauwe. En een lichtblauwe. Ja, jullie willen dat we het gaan openmaken, hè? Jullie mogen ruilen, meiden. Jullie mogen wisselen. Ja, jij wilt die? Oké, we gaan ze openmaken. Kom, stel ik je alleen de dingen. Jullie hoeven maar een klein stukje, jongens, dan zijn jullie er. Geef ze even een setje. Kom. Ja, die fietsen komen niet naar jullie toe, hoor. Ja, ga maar. Go. En wie is het snelst? Kom dan. Leila, kom nou, slomme. Ja, je kan doorkruipen, schat. Kom maar. Kom dan, stapje opzij, stapje opzij, stapje opzij. Tja, la, 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 la. Lekker luisteren, hoor. Jay, begin jou met uitpakken? Jess. Ben je nu al ruzie aan het maken om je fietsje? De roze, jullie mogen de roze. Jay, de roze is voor de meiden, hè? Of wil jij ook graag de roze? Jay, wil je de roze of wil je de blauwe? Nou, Jay wil heel graag de roze. Nou, Jay, dat mag niet. Wil je niet de blauwe, Jay? Oké, ik mag wel een beetje aansturen, toch? Jay? Wil je niet de blauwe? Nee? Nog steeds niet enthousiast? Ja, roze, ik krijg die roze. Oké, we zitten hier tussen de fietsonderdelen. Zien jullie? En ik heb er in ieder geval altijd een handje van om alles gewoon uit te pakken en het gewoon in elkaar te zetten en daarna erachter te komen van oh shit, ik heb toch de handleiding nodig. En ik zit hier gewoon met de handleiding klaar hoor, want laat mij maar gewoon even lezen. En dan staat mijn fiets denk ik sneller in elkaar dan die van mij.
Ben je blij met je nieuwe fiets? We zijn nog wel even zoet om hem in elkaar te zetten hoor, vriend. Voor je. Hé? Hey. Kijk hier. Papa maakt er een rommeltje van. Toch maar de gebruiksaanwijzing erbij. Nou, het allereerste fietsje staat in elkaar. We hebben er geloof ik een uur over gedaan of zo. Batterij is leeg. Dus het was handwerk. Andere twee fietsjes gaan we later doen. Blauwe fiets. Maar het ziet eruit dat Jesse nu niet wint. Ah, Jay! Ah, Jay! Bijt je gewoon in de bil van Jesse. Ja. Zachtjes. Jay. Hij wil toch de blauwe, Jay. Jay, wil je toch de blauwe hebben? Jay. Hé, hey, wees blij, schat. Dan mag jij in de roze. Kijk eens. Want dit is het allereerste fietsje die we in elkaar hebben gezet. Ik vind hem echt onwijs tof. En hij heeft echt een vet mooie kleur. Gewoon knalroos. Ja, zet jij inderdaad Jess even vast? Oh, leuke Jess. Een snottebel. Ja, mooie zonnekap voor als de zon gaat schijnen. Oké, okay, dus nog wel even puzzelen. Zo. Ik vind hem echt zo leuk. Oké, okay, sorry Jess, we moeten dit nog even afstellen voor je. Dat wordt niet meer in de buggy, Jess. Oké, vader, ze is weer gek aan het doen hoor. Mooie Jess. De zon schijnt hier niet in Nederland. Dus heb je die nodig? Jay! Oké, guys, nou zoals Natasha al had aangegeven. Die andere fietsjes gaan we lekker straks op ons eigen gemak doen. Accu moet opgeladen worden. En zoals ik al eerder had aangegeven in de video. Op het moment dat jullie dit kijken ben ik alweer in het buitenland voor werk. Ik kom vrijdag terug. Natas gaat dan weg. Die gaat een lang weekend weg met vriendinnetjes. Dus er komen er wat video's volgende week aan. Van papa alleen. Oh. Ah. Oh. Het valt allemaal wel mee hoor. Ja hè. Ja. Valt allemaal wel mee hoor, schatje. We gaan leuke dingen doen. Ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren. En vergeet niet om duimpje omhoog te doen voor deze video. En thanks voor het kijken. Oeps. We zijn helemaal vergeten de winnaar van de winactie bekend te maken. Van de leuke koe. Wie er heeft gewonnen, dat is Marielle 170. Ja, en zij had het goede antwoord gegeven op YouTube. Maar we hadden natuurlijk ook een winnaar op Instagram. En die maken we op Instagram bekend. Hebben jullie nou gewonnen? Zoek dan een koe uit. We hebben ook honden. Konijntjes, volgens mij. Konijnen, geloof ik. Geef het eventjes door aan ons via YouTube of via een Instagram berichtje. Want we hebben natuurlijk ook jullie adres nodig om het op te sturen. Oké, dat was hem weer. Doei!